Hartelijk welkom bij Straatbeeld. In deze aflevering nemen we u mee naar twee projecten van de SCW, de Stichting Christelijke Woningbouwcorporatie. We staan hier bij de Sint-Walburg Buitensingel. Laten we eerst eens gaan kijken hoe het hier ongeveer zo'n 100 jaar geleden uitzag. De brug die we hier zien, die was er niet. Die is pas rond 1930 aangelegd. Als je hier vroeger rechtdoor liep, dan kwam je in een doodlopende straat, de Hofstraat, beter bekend als de Bola-buurt, een krioelende volksbuurt van weleer. Ging je hier verderop rechtsaf, dan kwam je op de Nieuwe Weg, en ging je linksaf, dan kwam je op de Adamsweg en zo verder naar het Sterrenbos en uiteindelijk de Nieuwe Tielseweg. Nu gaan we de Sint-Walburg Buitensingel op. Wat sommige mensen zich wel eens afvragen is, waarvoor ligt de scheiding tussen de Hucht en de Sint-Walburg Buitensingel nu precies, ja, halverwege de Hucht zou je bijna zeggen, en niet bij de Brugstraat? Dat valt uit de historie wel te verklaren. Hier op deze plek waar we nu zijn, was vroeger een dubbele gracht. Dus we hadden daar de stadsgracht en aan die kant was nog een gracht. Een dubbele gracht. En waar de grachten met elkaar in verbinding stonden, dat was hier. Je moet zich voorstellen dat hier ook een lange gemetselde muur was met een spitse rug daarop, een zogenaamde beer. En die zorgde voor de scheiding van die twee grachten, zodat het water altijd wel goed daarin bleef staan. Die beer heeft daar eeuwenlang gelegen. Je kunt hem zien op de kaart van Johannes Blauw, de stadsplattegrond van Tiel, die hij in 1648 vervaardigde. Dan zie je duidelijk die twee grachten en die beer daartussen die zorgt ervoor dat dat water in beide grachten een bepaalde hoogte hield. Die beer is verdwenen, de verbinding heeft nog lang bestaan en nog tot in de jaren 20 van de vorige eeuw kon je hierachter waterpartijen terugvinden van die dubbele gracht. Die dubbele gracht die was nodig om extra stevigte aan dit gedeelte van Tiel te geven, extra versterking zou je bijna kunnen zeggen. Hier op dit punt lag dus een scheiding tussen twee stukken singel en daarom ligt hier ook nu nog steeds, denk ik, die scheiding tussen de Hucht en de Sint-Walburg Buitensingel. Laten we nu de huizen eens in detail gaan bekijken en laten we eens teruggaan naar het jaar waarin ze gebouwd zijn, 1928. Hoe zag het er hier toen uit? Nou, je moet je voorstellen dat die huizen er toen nog niet waren. Hier waren, een stuk onland lag hier dat men de baggerkuilen noemde. De baggerkuilen was zo geheten omdat de gemeente Tiel hier de specie uit de stadsgrachten, dat bij het baggeren eruit kwam, stortte op dit stuk land. En dat lag hier dan gewoon te liggen en te drogen in de zon. In 1928 heeft de gemeente Tiel hier deze huizen gebouwd voor de mindere volksklasse, echte arbeidershuizen werden het. En die zijn twee jaar geleden door de SCW schitterend gerenoveerd. Kijk maar eens naar de deuren. Die zijn verdeeld in een boven- en een onderdeur. Alleen met de dakpartij heeft men zich een grotere vrijheid gepermitteerd. Oorspronkelijk waren het spitse daken, maar daar zijn nu mansardedaken van gemaakt, omdat dat meer ruimte geeft. We zijn inmiddels bij het grootste nieuwbouwproject van de SCW aangekomen, op het snijpunt van de Dominicushof en de Andreashof. Het is historische grond hier. Vele eeuwen heeft men hier gebouwd, afgebroken en weer gebouwd. Het is ook de illustratie van katholieke dadendrang. Een eentje achter mij, daar stond de Sint-Walburgkerk, de kerk voor de elite, zoals de Sint-Maartenskerk de kerk voor de gewone man was. Toen de reformatie kwam, in 1578 hier in Tiel, toen raakten de katholieken de kerk kwijt en moesten ze onderduiken in een schuilkerk. Pas in de 19e eeuw mocht het weer. Ze konden openlijker hun geloof belijden en ze hebben toen ook een nieuwe kerk moeten bouwen hier in deze buurt. Want de oude kerk, de oude Sint-Walburgkerk, was in 1678 afgebroken. Tijdens de nieuwbouw heeft men ook uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Een van de aardigste details die men toen gevonden heeft, is dit eeuwenoude straatje. Het bestaat uit veldkeien en liep eens achter de stadsmuur langs. Ik heb het altijd een aardig straatje gevonden, de Kromme Elleboog. Maar vanwaar die naam? Ja, de huizen staan zo krom als een elleboog. Maar dat verklaart nog niet waarom ze in die vorm zijn gebouwd. Als je een paar eeuwen teruggaat, dan wordt het duidelijk. Dan staat op deze plek waar ik nu sta, staat er een binnenmolen. En die molen die staat op een molenbelt, dus zeg maar op een soort heuvel. Ja, op die heuvel kun je natuurlijk moeilijk nog huizen bouwen. Dus die huizen die werden eromheen gebouwd, rondom die molenbelt. En die krijgen dan een krom straatje tot gevolg. De Kromme Elleboog. Het is verschillende keren afgebroken en weer opgebouwd. En de laatste keer is een paar jaar geleden geweest. En helaas hebben ze niet de andere kant van de straat opgebouwd. Daar was geen geld meer voor. Het is te hopen dat in de toekomst nog eens een keer een bedragje gevonden wordt, waardoor het straatje weer in echt oude luister hersteld kan worden.
We staan hier aan de Sint-Walburg Binnensingel bij de Stadsgracht, op de plek waar eens de stadsmuur stond en waar men rond 1500 een stevige wal had gelegd om de steeds sterker wordende artilleriekogels te keren. In de 19e eeuw verloren de steden steeds meer hun militaire functie. Op de vrijkomende terreinen legde men plantsoenen aan. En aan die plantsoenen was het natuurlijk mooi wonen. Je had hier bovendien uitzicht over het veld buiten de stad. Er verrezen 7 mooie villa's. Maar er was nog een dubbele agenda. Men wilde niet dat de nederige huisjes hierachter, die men wel aanduidde met Egypte, dat die te veel in het zicht waren als men de stad naderde. Dus die villa's die zouden mooi dan de oude wijkje hierachter kunnen camoufleren. Hier achter deze huizen kwam een nieuwe weg. Het heet ook het Nieuwe Land. Zo rond 1870 aangelegd om te zorgen dat de huizen ook aan de achterkant ontsloten waren. Het is een beetje een shabby straat, maar wel een gebied waar ik graag kom. Met verval en ja, de meeste Tielenaren kennen dit plekje niet. Ik zou er maar eens gaan kijken. We staan hier voor het oude Sint-Andreas gasthuis. Maar laat ik eerst een aanloopje nemen. Het is 1838 en er komen 2 zusters Dominicanessen in Tiel aan. Ze stichten een schooltje, een bewaarschooltje, en ze gaan zieken verzorgen. In de loop van de 19e eeuw komen er steeds meer zusters en de school wordt groter en uiteindelijk zal zo rond 1900 de Catharinaschool worden gebouwd, bij vele Tielenaren nog wel bekend. Hoe ging het nou verder met het ziekenhuis? Wel, het ziekenhuis werd eind 19e eeuw te klein en men wilde een groot nieuw gebouw zetten. Architect Buskens werd aangezocht een plan te maken. Het armbestuur had geld gereserveerd, maar kwam toch nog tekort. Maar gelukkig zaten er 2 vermogende industriëlen in het bestuur, Sporenberg en Daal erop. En ach, die konden wel een paar duizend gulden schokken. Zo gebeurde het en er verrees een prachtig gebouw. En als u goed kijkt, dan kunt u zien dat het gebouwd is in de zogenaamde Jugendstil. De stijl die rond 1900 zo populair was. Let bijvoorbeeld eens op de letters waar in zwierige cijfers Andreas Gasthuis is geschreven en vooral 1900. Hè, dat zijn prachtige voorbeelden van die Jugendstil, die zich kenmerkte door florale motieven, planten, beesten ook. En die zich ook kenmerkte door zwierende lijnen, spaghetti-stijl, zeiden tegenstanders wel spottend. Nou, je kunt het allemaal vinden aan dit pand. Ook is het smeedwerk aan de deuren heel fraai om te zien. Echt ja, mooi ambachtelijk werk. In de jaren 50 werd het gasthuis te klein en moesten we omzien naar nog een ruimere behuizing. Rond 1963 was dit gereed en het Andreas ziekenhuis was een feit, gelegen aan de Sint-Walburg Binnensingel. Vele Tielenaren kennen het nog wel. Tot aan de fusie met het protestantse ziekenhuis is het hier gevestigd gebleven. Toen is het buiten de stad verplaatst en werd het gebouw bestemd voor huisvesting. Uiteindelijk is het afgebroken om plaats te maken voor het nieuwbouwproject van de SCW. Tot zover straatbeeld over dit prachtige project van de SCW. We hopen natuurlijk dat u zelf eens op verkenning uitgaat en hopen u uiteraard ook weer terug te zien bij de volgende straatbeeld.